Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga nu voor het eerst Biap uitproberen. Builder in a Bottle. Hij is van Absolute. Of van Gelex. Staat op de achterkant en Absolute staat op de voorkant. Ik heb het nog nooit eerder uitgeprobeerd. Ik wist eigenlijk het bestaan ervan niet eens. Totdat ik iemand sprak van de week die het op haar nagels had. Toen ben ik me er een beetje in gaan verdiepen. En ik heb gelezen dat dit Biap, dat beter voor je nagels zou moeten zijn dan bijvoorbeeld gel of acryl. Zou je natuurlijke nagels steviger moeten maken en sterker en ook gezonder. Er schijnen minder schadelijke stoffen in te zitten. Dus ook voor mensen met allergie of die extra gevoelige nagels hebben, zou dit dan een uitkomst moeten zijn. Nou is het voor mij best een opgave om mijn nagels te laten groeien. Dat breekt altijd aan alle kanten. Ik heb hele zwakke nagels. Dus ik vond het wel een goed moment om dan eens dat Biap te gaan proberen. De meeste video's film ik bij daglicht, zodat je het beter kunt zien. Maar ik wilde toch eigenlijk niet wachten, want ik wil het nu toch gewoon wel op mijn nagels hebben. Omdat ik anders bang ben dat ze toch weer gaan scheuren en dat soort dingen. Dus ik heb het vandaag ook pas ontvangen, dit flesje vanmiddag. En ik kom uit mijn werk en ik wil dat nu eigenlijk meteen ook op mijn nagels doen. Dus ik ga het nu maar gewoon uitproberen. Dan maar met slecht licht erbij. Maar dan heb ik in elk geval even een eerste indruk van hoe het aanbrengen gaat. Ik heb mijn nagelriemen net al een stukje teruggeduwd. En ik heb mijn nagels ook al een beetje ruw gemaakt met een vijl. En ik heb ze ook al ontvet. Dus dat heb ik allemaal al gedaan. Dus ik kan nu meteen beginnen met de Biap. Dan moet ik eerst gewoon een dun laagje moet ik aanbrengen, net zoals een base coat. Op zich smeert het prima uit. Het voelt gewoon aan als een dikke base coat wat je erop smeert. Dus dat is lekker makkelijk. Nu komt het moeilijkste gedeelte. Nu moet ik soort van gaan bouwen met wat in dit flesje zit. Dus dan heb ik even een dikker laagje nodig uit het flesje. Echt een soort van druppel moet ik er dan uithalen. En die, ja, ik heb maar een heel klein pinkje. Dus ik wil niet superveel erop doen. Zo is het wel goed, denk ik. Ik heb nu dus een soort bolletje op mijn nagel gedaan. En nu ga ik proberen dat bolletje een beetje te verspreiden. En dan moet ik dus niet te veel druk geven. Anders dan maak ik het weer helemaal plat. En dat wil ik niet. Ik heb wel doorzichtige Biap gekozen. Dus dan is het wel moeilijker te zien waar je al genoeg hebt gedaan. Vooral in het avondlicht. Dus ik zou avondlicht niet aanraden. Nou, ik heb nu toch al wel een redelijk laagje erop, denk ik. Ja, het is niet echt te zien, maar ik heb nu gewoon geprobeerd om best wel een dikke laag erop te doen. En nou zou ik het eigenlijk meteen weer in de lamp moeten doen. Per nagel. Ik ben daar meestal te lui voor, dus ik probeer gewoon twee. Dan ga ik die druppel weer proberen een beetje te verspreiden. Ik probeer een beetje mee te laten kijken.
Ik heb nu de ringvinger ook gedaan. En mijn pink lijkt er ook nog wel goed op te zitten. Dus ik doe hem nou gewoon maar in de lamp weer. Ik zat dus net met mijn hand in de UV-lamp, onder de UV-lamp. En het begon best wel heet te worden. Zoals je ook wel eens hebt met gewone gel. Daar moet je dan vaak even doorheen en dan zakt het wel weer af. Als het aanhoudt, de hitte, zou ik hem er niet in laten. Maar als het even is en dan weer afzakt, dan is het op zich niet erg. Maar meestal heb ik dat niet met gel. Dat dat bij mij zo gebeurt. Ik weet wel dat het bij sommige mensen wel gebeurt, maar bij mij tot nu toe is het nog niet gebeurd. Nou, met deze dus wel. Dat is gewoon iets wat mij even opvalt. Ga ik weer in de lamp eens kijken of dat nu weer gebeurt. Ja, daar komt het. Ja, dus toch ook wel bij deze andere nagels gebeurt het dus ook. Nou, vind ik dat niet heel erg. Ik kan er wel tegen. Maar eigenlijk zou dit product juist voor poreuze nagels moeten zijn. Gevoelige nagels. Dat soort dingen. Dus ik zou het niet verwachten. Vooral omdat ik dat bij andere producten nog vaak niet heb. Ik vind het aanbrengen op zich best wel makkelijk. Ik vind het makkelijker dan gewoon gel uit een potje. Met een gelkwast. Dus qua aanbrengen vind ik het sowieso wel makkelijker dan gewoon het gel. Dus dat is in elk geval een voordeel. Alleen nog mijn duim. Dan moet ik dus eerst weer gewoon een gewoon laagje doen. Dat is de bedoeling. Hele laag. Niet laten uitharden. En dan een bolletje. Zo, ja, hij wordt weer super heet. En het is weer voorbij. En ik hoop dat ik op deze manier dus mijn natuurlijke nagels een beetje kan laten groeien. En als mijn natuurlijke nagels een beetje gegroeid zijn, dan kan ik weer wat nieuws proberen. Ik wil sowieso nog een keer de polygel uitproberen. Ik wil ook nog dip powder uitproberen. Heb ik ook al besteld. Dus er is nog genoeg wat ik wil uittesten. Maar daarvoor heb ik wel wat langere nagels van mezelf nodig. Nou, en dat is vaak wel even een uitdaging. Dus ik hoop dat dit gaat werken. En dit is dus doorzichtig. Ik heb nu doorzichtige Biap. Maar je hebt het dus ook in kleuren. Je hebt er ook kleurtjes van. Net als met gellak, maar dan is dit dus dikker en dus ook steviger. Nu ga ik het dus bijveilen en daarvoor gebruik ik een 180-240 grit veil. Ik heb gehoord dat je ook gewoon een 100 grit veil kunt gebruiken. Lijkt mij een beetje te grof voor gel, maar ik weet het ook niet. Sommigen doen het wel. Eigenlijk wil ik het er niet eens bovenop veilen. Het zou wel kunnen, maar ik vind het eigenlijk niet echt zo nodig. Dus ik veil gewoon de zijkanten wat bij. En als ik het bovenop nodig vind. Nou zou ik met acryl, zou ik eigenlijk
langs mijn hele nagelriemen vijlen om die randjes dan zo plat mogelijk te maken. Ik denk niet dat dat hierbij nodig is. Dus ik doe het niet. En dan ga ik gewoon afwachten hoe het gaat uitgroeien. Of het dan misschien gaat loslaten. Of misschien komt er wel lucht onder. Omdat ik dat dus niet heb geveild. Maar ik wil het eerst gewoon even zo proberen. Nu ben ik bijna klaar. Ik heb niet veel geveild. Ik ben er niet veel tijd aan kwijt. En het ziet er gewoon wel mooi uit. Nu doe ik er alleen nog even een topcoat overheen. Een No Wipe van Claressa doe ik erop. Het is nu inmiddels 10 uur. Dat betekent dat ik er een klein uurtje over heb gedaan. In dat kleine uurtje heb ik ook met mijn camera gepraat. En heb ik nog wat spulletjes hier en daar weg moeten halen. Dus ja, ik denk dat je beide handen wel gewoon in een uurtje zou kunnen doen. Ik vond het aanbrengen vond ik echt super makkelijk. Vooral vergeleken met gel en acryl. Je kunt alles gewoon met je soort van nagellak kwastje kun je het gewoon verspreiden. Het wordt niet zo'n dikke laag als acryl of als gel. Maar toch denk ik dik genoeg om genoeg stevigheid aan je nagel te geven. Zodat je je nagels gewoon mooi kunt laten groeien. En dat is ook uiteindelijk mijn doel. Dus ik ben benieuwd of ik dat doel ook ga halen. Of ik ze ook echt kan laten groeien nu met deze biap op mijn nagels. Ja, het eindresultaat is dus gewoon niet heel spectaculair. Het lijkt gewoon alsof je een doorzichtige lak op je nagels hebt gedaan. Ze zijn ook niet heel dik of zo. Maar ze voelen gewoon wel stevig aan. Ik ga mijn andere hand ga ik ook nog doen. Niet nu, het is nu al 10 uur en ik ben er nu wel even klaar mee. Maar de andere hand ga ik morgen doen. En dan kom ik terug met updates over hoe goed of hoe slecht het blijft zitten. Het is nu 2 dagen later. Ik heb nu mijn rechterhand heb ik met links gedaan. Ik vond het best goed te doen met links. Ik had er eigenlijk geen problemen mee. Op mijn linkerhand zit de gel er nu dus al 2 dagen op. Daarbij is mij opgevallen dat de gel nu iets witter is uitgeslagen dan bij de hand die ik nu net heb gedaan. En dat is iets wat ook wel een beetje bij gel hoort. Op zich vind ik dat niet heel erg, maar dat is iets dat mij gewoon is opgevallen. Verder zit het er nog wel goed op. Ik zie alleen bij mijn wijsvinger hier aan de zijkantjes. Ik denk niet dat je het kunt zien, maar daar zit nu een heel klein randje lucht onder, toch wel. Dus ik vraag me af of iets meer vijlen dan toch nodig zal zijn. Maar bij de andere nagels heb ik dat nog niet. Dus ik wacht het nog even verder af. Ik heb nu in elk geval de nagels van beide handen gedaan. En nu is de grote vraag hoe lang het er goed op blijft zitten. Het is nu 2 weken later. De biap zit niet meer op mijn nagels. Eigenlijk was het na 3 dagen ongeveer, was het er al af. Ging het er al af op de nagels die ik het meest gebruik. Mijn wijsvinger, middelvinger en duim. Daar zag ik al heel snel lucht onder komen. En dat is al vrij snel eraf gegaan. Na 1 week heb ik alles eraf gehaald van al mijn nagels. En mijn nagels voelden daarna wel vrij stevig, vrij hard. Misschien zelfs wel iets harder dan daarvoor. Dus het heeft niet een slechte invloed gehad op mijn eigen nagels. Ik heb ze ook wel een beetje kunnen laten groeien. Mijn middelvinger is toevallig net weer afgebroken. Maar hier heb ik toch een redelijk topje op kunnen krijgen. En hier ook. Dus so far so good. Maar de biap zelf viel me dus wel een beetje tegen. Het heeft misschien ook te maken met hoe ik het heb aangebracht. Misschien doe ik het ook niet goed. Ik ben ook geen biap expert. Ik heb er ook nooit een cursus in gedaan of wat dan ook. Ik deed ook maar wat. Ik heb het later nog een keer geprobeerd met hetzelfde potje. Maar dan niet zo'n dikke laag. Maar gewoon 2 dunne lagen heb ik erop gesmeerd. Ik dacht, misschien als ik 2 dunne laagjes doe,
Blijft het beter zitten als gewoon een lak eigenlijk heb ik het aangebracht. Maar ook dat ging na 2-3 dagen, ging dat er eigenlijk al af. Ja, dus het hele BIAP gebeuren kan ik in elk geval niet goed bij mezelf doen. Wel jammer, ik had er best hoge verwachtingen bij. Ik zal het ook niet weer gaan kopen, het is nog toch niet echt mijn ding. Dit waren mijn bevindingen over de BIAP. Binnenkort komt er weer een nieuwe Polygel video, want dat wil ik nog wel eens een keer uitproberen. Een beetje op een andere manier dan de vorige keer. Als je het leuk vindt kun je abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je weer bij een andere video. Doei!